Bij de voedselbank boodschappen halen alsof je in een gewone supermarkt bent. In Oud-Beierland kan het. De voedselbank Hoekse Waard stapte over van het oude krattensysteem naar de mini-supermarkt. En dat bevalt erg goed. Voor de mensen is het fijn. Die hoeven niet meer zo lang te wachten. En de drempel is lager geworden van het woord voedselbank. Want dat is nog steeds natuurlijk... Ja, toch wel, dat heeft toch wel wat om handen natuurlijk. Van ik ga naar de voedselbank en dat is een beetje weg. Het is nu echt gewoon boodschappen doen? Het is nu echt gewoon boodschappen doen. Het is hetzelfde als bij een supermarkt, alleen hier is geen kassa. Dat is het voordeel natuurlijk voor die mensen. Nu is het lang in de rij te staan. Vroeger was het, moest je dus wachten tot je aan de beurt was. En nu kun je gewoon naar binnen lopen. Dus dat is ideaal. Voorheen had je kratten en er zat van alles in. En dan moest je graaien en uitzoeken wat je wel en niet wilde. En dan was het heel erg druk. En nu kan je eigenlijk zelf rondlopen en echt de spullen eruit halen die je gebruikt. Want anders nam je heel veel mee naar huis waar je eigenlijk niks mee deed. Dus dat is wel een beetje zonde. Denkt u inderdaad dat dit de drempel om naar de voedselbank te gaan ook inderdaad verlaagt? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Het is echt een heel goed systeem wat ze nu hebben. Andere voedselbanken in Nederland zijn nieuwsgierig naar deze nieuwe werkwijze. Zo komt ook de voedselbank Middelharnis binnenkort kijken hoe ze dit in Oud-Beierland aanpakken. Je moet ook het wiel niet uit gaan vinden, dat hebben wij al gedaan. Dus die komen dan kijken. En wij zijn erg trots erop, laten we het zo zeggen. En in die rij staande vond ik altijd net alsof je in de Tweede Wereldoorlog voor je eten moet gaan staan. In een rij. Want er stond natuurlijk een rij van 30, 40, 50 mensen. Het is veel relaxter. De kinderen is ook leuk om mee te gaan nu hier naartoe. Dus het is echt beter, ja, vooruitgang.